WhatsApp, Facebook en Instagram zijn al uren wereldwijd niet te bereiken door een storing. WhatsApp-gebruikers zeggen dat ze sinds ongeveer 12:45 Surinaamse tijd geen berichten meer kunnen versturen of ontvangen. Instagram geeft een foutmelding als geprobeerd wordt om de berichtenstroom te vernieuwen. Door nog onbekende oorzaak zijn alle verwijzingen naar Facebook verdwenen uit het zogenoemde domain name system. Door de verdwenen verwijzingen kunnen smartphones en andere computers de Facebook-servers niet vinden en er dus ook geen verbinding mee maken. Facebook, dat ook eigenaar is van Instagram en WhatsApp, kan nog niet zeggen wanneer de storing is opgelost.